In een opzienbarende wending lijkt er een geheime ontmoeting te hebben plaatsgevonden tussen de beroemde Nederlandse zanger André Hazes Jr. en zijn zus Roxeanne Hazes, aldus bekendgemaakt door hazoloog Yvonne Coldeweijer. Deze ontmoeting, die jaren in de maak was, werd aanvankelijk top secret gehouden, slechts bekend bij een select gezelschap van 4 personen. Coldeweijer onthulde dit opmerkelijke nieuws in haar Juice Show, waarbij ze aangaf dat de bedoeling was om deze ontmoeting geheim te houden. De vraag die velen bezighoudt, is of er iets achter de schermen wordt beraamd. Wordt André betrokken bij de erfeniszaak van Rox tegen hun moeder, Rachel? Yvonne benadrukt echter dat de pijnlijke geschiedenis tussen de familieleden niet zomaar kan worden vergeten. Ze herinnert eraan hoe André Roxeanne publiekelijk vernederde op sociale media, wat diepe wonden sloeg. Dit is niet een kwestie van zand erover, aldus Coldeweijer. Het lijkt erop dat Roxeanne op zoek is naar excuses van André voordat ze tot een gezamenlijke actie tegen hun moeder overgaan. Hoewel de toekomst onzeker blijft, speculeert Coldeweijer dat er uiteindelijk wellicht een verzoening zal plaatsvinden, ondanks de mogelijke tegenstand van hun moeder Rachel, die dit hoogstwaarschijnlijk als hoogverraad zal beschouwen.